Goedenavond, beste luisteraars. Welkom in de podcast van Belgian Cycling. Vandaag gaan we praten over het vrouwenwielrennen. En vooral ook over de Lotto Cycling Cup met de organisator Frank Arijs. Wij zaten in Dwars door de Westhoek, die door Elisa Balsamo werd gewonnen. Daniela Gas is nog steeds leidster in het algemene klassement. En met Frank Arijs hebben we gesproken over de evolutie van deze competitie. Dus een mix van 1.1 en 1.2 wedstrijden voor dames in België. Ja, wij zijn nu 10 jaar bezig met de Lotto Cycling Cup. En de evolutie die ik door de jaren heen heb gezien, dat is dat wij toch telkens jaren een verbetering hebben van de kwaliteit van onze deelnemsters. Dat is van een nationaal gebeuren geweest naar een internationaal gebeuren, waarin wij toch al de beste dames van gans de wereld kunnen binnenkrijgen op onze wedstrijden. Natuurlijk, ik spreek hier over het internationaal gebeuren. En als we dan bekijken op Belgisch niveau, dan moeten we toch zeggen dat actueel het een mager beestje is en dat er weinig instroom is van jonge meisjes die kunnen wedijveren met het internationaal gebeuren. Hè. We hebben nu een Julie van de Velde, geloof ik, die heel goed is. Maar dat is ook geen jong meisje niet meer. Die van de atletiek komt en die nog heel veel progressie kan maken. En buiten dan Jolien Doren, Lotte Kopecky en nog een paar anderen hebben we het feitelijk gehad op internationaal niveau. Ja, en dat is een probleem natuurlijk, want als ze stoppen, hebben we niks meer. Dat denk ik. Ik ga niet zeggen dat we niks meer hebben. Er zijn altijd meisjes die zich nog kunnen manifesteren, maar ik zie toch geen echte grote vedetten die er aankomen. En ben je tevreden met de media-aandacht rond de Lotto Cycling Cup? Ja, media-aandacht voor de Lotto Cycling Cup is toch altijd blijvend, zonder problemen. Het enige wat er natuurlijk is, dat we een heel grote evolutie zien naar grote organisatoren die ook dameswedstrijden willen organiseren. En daar, als Lotto Cycling Cup, kunnen wij dan zeker niet tegen bekijken en die we gaan zien hoe dat we dat kunnen opvangen natuurlijk. Hè. Gaan we meer terug naar, naar wedstrijden, meer regionaal, met minder internationale deelnemers, dat kan. Maar natuurlijk, je moet ook niet vergeten dat er op internationaal vlak ook veel ploegen en veel meisjes bijkomen, zodat we dan toch een spreiding gaat zijn, maar en misschien toch wel met een dat het internationale zal blijven, denk ik toch. Ja, dit moment dan. Op dit moment, maar misschien ook in de toekomst feitelijk. Ik heb gehoord dat er een rood series zou komen. Dus een rood series die tussen de World Tour en de 1.1 zal komen. Ik denk niet dat er één van onze organisatoren bereid is om en ook financieel de mogelijkheid heeft om naar die rood series te gaan, denk ik ook. Mogelijk. Ik zeg niet onmogelijk, er kan misschien wel iemand zijn die dat kan doen, maar het zal toch niet voor het grote deel van onze organisatoren zijn om daar zich met om in die roodzijden in te stappen, denk ik. En in Dwars door de Westhoek hebben we ook samen met Ludwig Willems, de bondscoach van de dames, gezeten. En we hebben gebabeld over de evolutie van het Belgische vrouwenwielrennen. En we gaan naar dit gesprek luisteren. Dus Ludwig Willems, eerste vraag. Je hebt dus het parcours van de 2K in de Yorkshire verkend. Het is geen parcours voor Jolien Doren en Lotte Kopecky, heb ik gelezen. Misschien als zij beide goed zijn en in topvorm zijn, zouden zij dat eventueel wel kunnen. Maar de combinatie met het kapisten wordt heel moeilijk. Dat ligt 3 weken na
na het WK op de weg. En ze willen daarop focussen. Dus, en als ze op de EK-piste top willen zijn, is die combinatie met het WK op de weg niet mogelijk. En dat is eigenlijk de hoofdreden. Geen sprake van het is te zwaar. Nee, het is natuurlijk lastig. Hè? En ik denk Jolien is ervan overtuigd dat het voor haar te lastig is. Mm-hmm. Lotte niet. Maar dat is goed. Dus dat wil zeggen dat ze gemotiveerd is. En misschien een super Lotte kan daar wel lang mee gaan. Vooral die combinatie met dat EK-piste dat de doorslag gegeven heeft van het niet te doen. Hoe lastig het is dan in de Yorkshire? Wel, het is heel lastig. Het is ook technisch. Dus de grote omloop, voordat ze op de plaatselijke ronde komen, is eigenlijk het lastigste van alle categorieën. Dus de profs zijn ook een grote toer, maar die is minder lastig dan dat van de dames elite. Dus ze hebben het echt lastig gemaakt. Maar ook en vooral, het is typisch Engels, heel technisch. Veel keren, draaien, smalle wegen. Dus een wedstrijd waar er echt constant attent vooraan moet gereden worden. En dat op zich is ook al best vermoeiend. Dus ik denk dat de finale met weinig rensters gaat gereden worden op de plaatselijke ronde. Ja. Geen Kopecky, geen Doren. Welke rensters kunnen we dan verwachten voor de Belgische ploeg? Wel, Sophie de Vuist heeft een heel sterk voorjaar gereden. Dus ze heeft bewezen dat ze nog eens een stap gemaakt heeft ten opzichte van andere seizoenen. Dus die gaat er zeker haar ding kunnen doen. Ik denk dan ook nog aan Julie van der Velde, die ook weer een mooie stap voorwaarts gemaakt heeft en een aantal sterke wereldtourwedstrijden gereden heeft. Dus tweemaal top 15, zowel in de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Als je dat kan, dan kan je op een WK ook scoren. Er zijn ook best goede rensters. We reden vorig jaar zevende plaats met Kaat Anders op het EK in Glasgow, wat dat toch ook een beetje vergelijkbaar is. Dat was het ook heel technisch en best lastig. Dus er zijn nog andere rensters die een ding daar kunnen doen. Kunnen we specialisten verwachten? Specialisten van de piste of van het mountainbike? Of zelf misschien van het veldrijden? Je zegt dat net, dat is technisch. Dus ja. Misschien kan dat ook goed voor een veldrijder zijn. Ja, absoluut. Hè. Als je ziet dat Mathieu van der Poel de keuze nu al gemaakt heeft van het wel te doen, dan heeft dat waarschijnlijk ook vooral te maken met de aard van het parcours. Dat voor hem ook de keuze makkelijker gemaakt heeft. Hè, dat het past bij het veldrijden. Wout van Aert kiest er dan niet voor. Dus omdat het seizoen al bezig is. En dat gaat bij de dames ook het geval zijn, denk ik. Ik denk dat de echte veldrijders er wellicht voor gaan kiezen om een veldritseizoen al begin september te beginnen en niet het WK te doen. Dus geen Sanukan bijvoorbeeld, dat is geen optie? Ja, die optie is er altijd, maar er is nog niet over gesproken. Nee. Dat is nog vroeg ook. Moet ook zien hoe dat de vorm van het moment is en hoe dat hun wegseizoen nu start. Want eigenlijk start voor hun nu pas het wegseizoen. Mm-hmm. De mannelijke collega's die rijden het voorjaar de klassiekers al. Zij doen dat niet, zij beginnen nu met hun wedstrijden en dan is het altijd even afwachten hoe dat verloopt. Ja, het is wel vandaag bijzonder, hè? De Belgische ploeg met alleen maar specialisten van het veldrijden. En waarom die keuze voor deze wedstrijd? Is dat door de kassei of moet een moment komen wanneer we starten? Ja, ook en vooral ook omdat het mooie wedstrijden zijn. De mensen hier in Boezingen en de andere wedstrijden van de Lotto Cycling Cup ook, die doen echt enorm veel inspanningen om het dameswielrennen in België mee op een hoger niveau te tillen. En als er dan de mogelijkheid bestaat om een nationale ploeg in te schrijven en die ook gevuld te krijgen, want dan moet je dan ook nog afwachten. De andere rensters die starten natuurlijk allemaal met hun eigen team. Maar als we dan een team kunnen inschrijven waar we die veldrijders ook kunnen laten starten, dan is dat mooi meegenomen. En dat is ook uit respect naar de organisatoren toe. Gaan de specialisten van het veldrijden andere wedstrijden met de nationale ploeg rijden? Of? Ja, ze hebben nu vorige week al in Turingen een rittenwedstrijd gereden, waar ook drie veldrijders aan de start stonden. Dus nu volgende week in Nijlen gaat het nagenoeg dezelfde ploeg zijn die hier vandaag start. Ook allemaal veldrijders. En dan begin juli hebben wij nog twee rittenwedstrijden. Een in Tsjechië en de Benelux Tour. En die gaat ook en vooral gevuld zijn door de veldrijsters. Ja. Nu een paar woordjes over de situatie van het vrouwenwielrennen. Mm-hmm. Eerst en vooral het slechte nieuws, denk ik, van de Waalse Pijl en de Luik-Bastenaken. Niet meer in de World Tour volgend jaar. Uw mening daarover? Ja, dus iedereen weet dat er de laatste jaren heel veel voorstellen geweest zijn om het dameswielrennen een beetje te veranderen en daardoor ook naar een hoger niveau te tillen. Maar ik weet niet dat dat altijd een cadeau gaat zijn voor iedereen, want ik denk dat we de betere alleen nog beter gaan maken. En de teams die daar net onder zitten, dat die de middelen niet gaan hebben
om mee te stappen in dat World Tour niveau of in dat World Tour gegeven. Dat kost, men spreekt over minimumcontracten voor al die rensters. Van 15.000. Ja, voilà. Dus, dat gaat enorme budgetten zijn waar dat de meeste teams niet in gaan lukken om die rond te krijgen. Niet meteen? Niet meteen, nee. Maar het gaat een lange weg zijn, denk ik. Hetgeen dat ze willen creëren, gaat niet van vandaag op morgen lukken. Maar ik vind het wel jammer dat wedstrijden als Waalse Pijlen, Luik, Bastenaken, Luik, niet de moeite doen om de vragen die er zijn om tot World Tour te behoren, om dat in orde te brengen. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, het is wat het is. En dat zijn keuzes die zij zelf maken. Dus er zijn nog andere mooie wedstrijden in de World Tour. U lijkt dus niet helemaal voorstander van de hervorming die ze voorstellen. 15.000 minimumloon, rechtstreeks uitzending op tv. Wat zijn dan uw ideeën om het vrouwenwielrennen te promoten dan... Ik denk, ben sowieso een voorstander van die wedstrijden van de World Tour, van dat te behouden. En die live-uitzendingen, daar ben ik natuurlijk ook voorstander van. Maar ik vind het alleen jammer dat Waalse Pijlenluik, Bastenaken-Luik de moeite niet doen om die live-uitzending in orde te brengen. Dat vind ik jammer, omdat dat wedstrijden zijn die echt in de World Tour thuis horen. Maar de andere kant, dus de vragen die men stelt aan de teams, naar budgetten toe, naar die minimumlonen in orde brengen, dat zijn maar 5 of 6 teams die daarin gaan slagen. Ja. En dat is niet goed. Dus ik denk dat het inderdaad wel mag en moet. En dat het professioneler moet worden allemaal. Maar dat het over een langere weg gaat gespreid moeten worden. En dat men de weg van de geleidelijkheid moet gaan zoeken. Dus dat men geleidelijk moet gaan groeien. En geleidelijk die dingen in orde moet brengen. Want nu gaan er wellicht, ik hoop van niet, maar een aantal teams verdwijnen en afhaken. Omdat ze de ambitie hebben bij de World Tour te horen. Maar het niet kunnen rondkrijgen. En dat is... Ik denk dat de stap in één keer te groot is. Hoe zit het dus met het potentieel van de Belgische vrouwen? We hebben Door, we hebben Lotte Kopecky. Maar naast Door en Lotte Kopecky is er niemand meer. Hè? Er is ook Sanne Kant. Frédéric Brochet was een beetje... Maakt zich hier een beetje zorgen daarover. Wat denkt u precies daarover? Als je naar het niveau kijkt dat het Belgisch dameswielrennen bij de elites nu bereikt, dat voor mij is dat goed. Zesde plaats. De UCI-rank, of de ranking, nieuwe ranking die ze gemaakt hebben naar de Olympische Spelen, toe staan ze nu zelfs vijfde. Ik denk toch dat dat zo slecht niet is. En het probleem is dat iedereen altijd vergelijkt met Nederland. Ja, waarom steekt Nederland er zo hoog bovenuit en waarom kunnen wij dat niet? Ja, dat is... Een vraag daar kan ik niet op antwoorden. De enige vaststelling die ik kan doen en die wij bij de federatie allemaal doen en waarvan dat wij overtuigd zijn, is dat de vijver waar wij moeten vissen bij de damesjeugd, dat die gewoon te klein is. Er beginnen veel te weinig jonge meisjes te koersen. En dat is het grote probleem dat we hebben in België. Ja, voilà. En daarvoor worden er nu onder andere door Cycling Vlaanderen acties ondernomen naar scholen toe weer. Wij maken dat, of de federatie in samenwerking met Cycling Vlaanderen maakt daar wel werk van. Maar dat is ook een hele moeilijke en een hele lange weg. Want ik weet maar al te goed dat het niet evident is om als je een dochter hebt van 14, 15 jaar en die vraagt om te gaan koersen op de weg... Dat niet alle ouders daar even gelukkig mee zijn, denk ik. En dat is ons grote probleem. Er zijn zoveel andere sporten waar jonge meisjes naartoe trekken. En wielrennen is denk ik geen evidente keuze voor jonge meisjes van 13, 14, 15 jaar om daarmee te starten. En dat is ons grote probleem. Ludwig Willems, bedankt voor dit babbel. Ja, geen probleem. Graag gedaan. Dat was het voor Ludwig Willems. Afspraak volgende week met een podcast over de Baloise Belgium Tour. Tot zo!